Hallo iedereen, ik ga jullie tonen hoe je personages en voorwerpen kopieert. Eerst ga je in het vak staan van je strip en je gaat dus klikken op je personage. Nu zie je dat er een blauwe kader rond je personage verschijnt. Hieronder kan je kiezen wat je met het personage of het voorwerp kan doen, dus bijvoorbeeld horizontaal draaien. En wij gaan op dupliceren klikken. En nu wordt je personage verdubbeld. In mijn volgende filmpje ga ik tonen hoe je personage maakt en hopelijk heb ik jullie wat bijgeleerd.